Vorige week danste juryfavorieten Anna en Youfat een dancehall-choreografie van Roberto da Costa. B-boy Youfat liet voor deze hip-hop met reggae-invloeden zelfs zijn haar invlechten. Special hairdo voor een special act. Maar toch kreeg het dynamische duo voor het eerst een minder goed rapport van de jury. Moeilijk deze, want tot nu toe hebben jullie fantastische choreografie gedaan. Ik vond deze wel beduidend minder. Vind ik dat jullie allerbeste optreden tot nu toe. Nee, maar jullie zetten jezelf als favorieten een bepaalde standaard. Het is lastig om na te voldoen. Ik voelde zelf ook wel dat het niet het beste optreden was tot nu toe. Dus ja, in die zin was ik wel een beetje teleurgesteld. Ik weet gewoon dat het nog beter had gekund, dat ik er nog meer uit had kunnen halen. Maar ik heb echt zo mijn best gedaan. Maar tot hun eigen verbazing kregen ze toch genoeg stemmen van de kijker. Jullie zijn safe. Ik schrok, ik was echt verbaasd. Maar ik ben wel heel blij natuurlijk. Dat betekent toch dat je trouwe fans hebt. Dat geeft weer een extra drive en motivation om deze week keihard terug te komen. In hun laatste week samen trekken ze een van de moeilijkste Latin-dansen. Roomba! Maar toch is dat voor Anna duidelijk een meevaller. Eén keer Roomba gedanst was eigenlijk in de laatste voorstelling van mijn compagnie waar ik in heb gedanst. En ja, ik ben toen een beetje verliefd geworden op Roomba. Ik weet echt niet wat Roomba is, zo. Ik laat het gewoon op me afkomen. Net zoals de tango, net zoals modern, net zoals hip-hop. Ik heb er alle vertrouwen in. Sowieso met jou. Koen en Roem, here we come. Latin-choreografen Koen en Roemiana hebben een Roomba gemaakt over een man die zijn geliefde probeert te verlaten. Maar zij wil hem niet loslaten. Het maakt eigenlijk niet uit welke stijl je doet. Als je weet wat het verhaal is, wat je erbij moet voelen, dan krijg je gewoon een hele mooie dans. Inleving is dus ook bij deze Roomba weer erg belangrijk. En dat is iets waar Stoere Youfat opvallend weinig problemen mee heeft. Wat dit stuk zo tof maakt, is dat je weer echt kan inleven in een verhaal. En dat miste ik vorige week. Ik kan alleen goed dansen als ik iets echt voel. Want binnen de ruwe bolster van onze b-boys schuilt blijkbaar een erg zachte pit. Van nature ben ik redelijk emotioneel. Ik doe wel stoer, maar daarachter schuilt wel een redelijk emotioneel persoon, denk ik. Je wil niet mee in haar verhaal, maar je wil er ook niet kwijt. Ja? Het is echt... Ik begrijp hem heel goed. Ja. Zijn inlevingsvermogen is supergoed. Dat is absoluut een van de grote talenten die hij heeft als danser. Maar hoe komt Youfat eigenlijk aan dat gevoelige kantje? Iedereen wordt gevormd door de ervaringen die je hebt in het leven. Mijn ouders zijn gescheiden op jonge leeftijd. Op 18-jarige leeftijd ben ik op mezelf gaan wonen. Dan word je al gauw volwassen. Ik denk dat ik als kind het er heel moeilijk mee heb gehad dat mijn ouders zijn gescheiden. Maar je vormt je daar wel heel erg door. Is dat een boze reactie? Of wat is nee, dat het is geen boze reactie, maar het is meer op het moment dat ze wil me aanraken. Ja. En ik wil het wel, maar toch ook weer niet. Exact. Youfat is een danser in zijn hart. Weet je, en als je een danser bent in je hart, kan je eigenlijk elk gevoel neerzetten. Youfat is wel, ja, ik moet eerlijk zeggen, een hele erge gevoelsdanser. Je zegt nee, maar toch weer ja. En dat maakt haar op een gegeven moment helemaal gek. Gek, ja. Ja, dat is heel begrijpelijk. De inleving mag dan nog zo goed zijn, aan de techniek is best nog wat werk. Als ik hier ben, schat. Bij de dieven loopt nog niet soepel, sowieso niet. Ja, wacht even tot ik naar beneden ga. Gaat nog niet heel soepel, dan moeten we het nog een keer. Vanaf hier. Pa. Pa. Ta-da-da.